Kai de Roy, je scoreblaadje is geopend. Ja, klopt. Werd tijd, denk ik. Het was denk ik niet een heel makkelijke bal. Wat vond je er zelf van? Ja, op zich voor mijn gevoel was het wel redelijk makkelijke goal. Ik hoefde niet heel veel meer aan te doen. Was natuurlijk een perfecte voorzet van Lewis. Dus, maar ja, ik ben in ieder geval blij dat ik hem erin schoot. Is dat ook een soort last die van je schouders afvalt als hij dan eindelijk een keer in het netje ligt? Ja, ik denk het wel. Het was niet dat ik er heel erg mee bezig was of zo, maar het hoorde natuurlijk bij de positie waar ik sta dat ik gewoon goals moet maken. Dus ja, op dat gebied wel, ja. Verder die wedstrijd Excelsior. Een goede wedstrijd waarin we het achterin dicht konden houden en aanvallend onze vuist konden maken. Zie jij dat ook zo? Jawel, zeker. Ik denk dat we ook wel een paar keer goed zijn weggekomen natuurlijk, maar ja, al met al vond ik het gewoon een verdiende overwinning. Ik denk dat we ook tegen Excelsior voor het eerst een vleugje van jouw kwaliteit hebben mogen zien. Heeft dat ook te maken met het kunstgras? Ja, die vraag krijg ik wel vaker en teamgenoten lopen er ook vaak mee voor de gek te houden, zeg maar. Maar ja, geen idee, het maakt me eigenlijk niet echt uit waar we op spelen, maar kunstgras, ja, ligt me op zich wel. Dus morgen hier in het stadion zal een iets andere ondergrond zijn, is dat dan ook weer even schakelen? Nou ja, we hebben er vandaag op getraind en het was niet super om het zomaar te zeggen. Dus het wordt wel even schakelen en goed op het schroeisel letten. Maar voor de rest hoeft dat geen probleem te zijn. Morgen staat de Rode JC op het programma. Wat weet je al van die ploeg? Ja, natuurlijk gewoon een goede ploeg met goede spelers. Veel ervaring ook en een aantal gevaarlijke spelers. Maar ik denk dat we ons gewoon goed hebben voorbereid. En met heel veel vertrouwen die wedstrijd ingaan en dat we gewoon moeten winnen. En wat verwacht je van jezelf morgen? Stel jij jezelf op per wedstrijd doelen? Nee, ik moet gewoon goed spelen en belangrijk zijn en het liefst ook beslissend zijn. En als we uiteindelijk maar die 3 punten pakken. Dat is uiteindelijk het belangrijkste. Heel veel succes morgen. Dankjewel.